Leer ons een heel mooi Zweeds woord. I have one with Jeremiah. Yeah. In my team that he says very good, which is sometimes pretty difficult. And it's Shempa. Shempa. Yeah. What does it mean? And it's like strijden. Strijder? Yeah. Voor welke club zou je nooit willen spelen? I don't want to play in Cambuur. Cambuur? Oh. Why not? No, that was not nice. Like kunstgras. It's always cold. Oh. That's a place I don't see myself enjoy football. Welk voetbalshirt vind jij het allerlelijkst? Oh, Cambuur. Oh, Cambuur? Wat heb je tegen Cambuur? No, I don't have anything against them. The ugliest shirt, yeah. Wat is je kleurencombinatie niet mooi? Ja. Yeah. ADO is pretty ugly. ADO? Yeah. Heel groen. No offense, but... Nee, natuurlijk niet. It's not a nice shirt. Niet jouw stijl. No. In welke serie zou jij de hoofdrol willen spelen? Breaking Bad. Wow, yeah. Walter White. Ja, yeah. That would be nice. Een beetje koken hier en daar. I'm very good in lying also, so suits me. Je krijgt 3 uitdagingen straks. Ja. Je hebt 3 pogingen. Voor elke uitdaging, als het niet lukt, moet je iets geven aan de kijkers. Wat ga je geven? Ik ga een mooie verrassing vanuit die fanshop geven. De Feyenoord fanshop? Ja. Heel goed. Oké, okay. Gaan we beginnen met uitdaging 1. Je mag in deze cirkel gaan staan. Dan ga je aanname testen. Poging 1. Nou. Dat... Hij moet in de cirkel. Oké. Okay. Ja, joh, makkelijk. Oké, met links. Nou, dit is echt een klasbak hoor. Jezus! Wat is de raarste belediging die jij ooit hebt gehoord in het veld? Dutch people, they are pretty harsh, huh? Yes. You use also strange... What's it called? Cussing word. Yeah. Like but what? I cannot say that here. Yeah. Oh, like diseases and stuff. Yeah, it's crazy here. For me, this is a strange way to express hate. Hoe schelden ze dan in Zweden, bijvoorbeeld? Oh, but like, I think more, okay, kut, but worse. Wie van jouw ploeggenoten mag nooit in jouw auto rijden? Jens, I think. Jens, yeah, he seems like a very stable guy, but he's not so serious, so... Nee? Maybe he would just, yeah, I don't know if I would trust Jens. But again, it's my Opel with from the club, so it's okay. Oh, de grootste verliespartij die je ooit hebt geleden? 5-0, maybe. 5-0 is the biggest? Yeah. Not bad. Oh, because I'm a very good defender, that's why. Defender? Yeah. Je mag deze straks een eindje die kant op gooien. Oké. Okay. Ze bedoelen dat je de bal in één keer erin stil krijgt. Nou, oké, die vind ik goed. Buikspieren aanspannen, poging 1. Te hard. Poging 2. Weer te hard, hè? Yeah. Drama. Drama. Wie geeft je op de training het vaakst een pannen? Steven gives a lot of pannas, but now everybody sort of knows that it's gonna come. So I think it's easier for him to do it in the game actually. But otherwise... Niet Robin? Robin is also good in this, in the rondo and stuff. Vaak aan jou ook? No. Nee, natuurlijk niet. Jij bent een goede verdediger, yeah, toch? Dus yeah, laat het niet gebeuren. Wat is jouw meest memorabele wedstrijd die Zweden heeft gespeeld? My debut in Sweden, man. Can I choose my own game? Of course. Je scoorde je toch? Ja. Yeah. It was a nice game. Hungary. It was cold. It was a terrible pitch. And that guy with the jogging pants. The keeper. Ja, made his last game. Maar je hebt tegen hem gescoord, dus in de laatste wedstrijd. Actually, he just got substituted before I scored. So, oh, oké. We hebben respect voor jou. Yeah. De laatste uitdaging. Ja. Ik ga kijken hoe goed jij je teamgenoten kent. Je mag gaan hoog houden. Oké. Okay. De bal mag niet vallen. Nee. En je moet de rugnummers, namen en rugnummers, van jouw nummers 1 tot en met 11 noemen. Van je eigen elftal. We beginnen bij 1. Kenneth Vermeer. Klopt. 2. Bart. Heel goed. 3. Sven. Ja, Sven van Beek. 4. Jeremiah. Ja, Sint Justin. 5. Haps. Ja, klopt. 6. Schari. Sorry?
Jan Ari. Jan Schari, heel goed. 7? Niemand. Oh, hij weet hem. Ja, 8? Klaasie, 9? Nico. Heel goed, 10? Tony. Heel goed, nummer 11 ken je niet. Ben ik. Heel goed. If you guys want to win my prize, then voorspel how many panas I will give in the next game.